Goedemorgen, liefje. Hey! Nee, lekker aan het staren. Ja, ik was even te staan, want er komen weer kinderen naar school, hè. Dus we hebben 6 weken, 7 weken is het rustig geweest en nu opeens zijn er weer kinderen. Maar jij bent vrij vandaag, of tenminste vanmiddag. Vanmiddag? Nou, ik moet allemaal 4:30 in de sportschool zijn, hoor. Dus... Wat ga je doen? In de sportschool? Nee, thuis. Gewoon. Met je vrije dag. Ja, geen idee. Chillen. Nieuwe laptop kijken. Eind van de week komt er centjes. Gek op centjes. Wel op centjes. Eindelijk belastingdienst geld. Hey, wat heb jij een leuk vest. Ja, bedankt. Primark. Maar duur voor de pri. €22, maar is vaak dan ook betere kwaliteit hoor, als die te duurder is. Dat is waar. Het is goede shite. Het mooie vind ik dit ding gewoon. Die vindt dit nog leuker dan tijger. Met zijn warme poot. Jump! Yeah. Zo, goede sprong hoor, Jim. Hoppa! En ik mag gewoon weer aan het werk. Alweer 10 uur vandaag. Oh man, maar het goede nieuws is, ik heb hierna een weekend. Het slechte nieuws is, nee, dat is niet waar. Ik heb hem zo goed als vol gepland al. Want ik ga morgen met Birdie naar het water, want morgen wordt het lekker weer. Alleen maar leuke dingen hoor. En dan ga ik dus woensdag even met Inge Marieke afgesproken. En s'avonds hebben Jarno en ik samen vrij. Mooier dan dat wordt het leven niet. Dus ik heb niks te klagen. Echt niet. En volgende week heb ik heel veel partijtjes. Dus dat heb ik ook echt zin in. Ik ben benieuwd wat het vandaag gaat doen. Want het weer is op zich wel goed. Maar volgens mij zijn alle scholen vandaag weer begonnen. Want ik zie ook heel veel fietsen op het schoolplein. En ja, als de vakantie voorbij is. Ja, aan de ene kant denk ik. Heb ik nou echt gemerkt dat het vakantie was op het werk? Ik weet niet zo goed. Er zijn natuurlijk ook heel veel op vakantie. Dus wat dat betreft. Zijn er ook juist wel weer veel mensen weg of zo? Ik ben een beetje opgezwollen, lijkt het wel. Mijn ogen zijn een beetje dik. Ik heb per ongeluk met make-up opgeslapen. Ja, het is nooit helemaal per ongeluk natuurlijk. Want ik heb, zeg maar, onder de douche heb ik het er wel een soort van afgewassen. Maar dat lukt er niet helemaal. Omdat ik altijd watervaste mascara gebruik. Dus die blijft er dan toch een beetje op zitten. Dus dan moet ik eigenlijk nog eventjes snel met een watje de restanten eraf halen. En dat heb ik dus niet gedaan, want ik ben op bed gaan liggen en echt gewoon bam boom in slaap gevallen. Dus het is gewoon mijn eigen schuld. Maar dan merk ik toch 's ochtends dat mijn ogen dichtgeplakt zitten. En daarom zijn ze nu denk ik een beetje puffy. Poef, poef, poefie. Maar gaat misschien ook wel over in de loop van de dag. Oké, 10 uur werken. Ik ben mezelf er echt op aan het voorbereiden. Gisteren was een superleuke dag, ging het ook heel snel. Maar je hebt ook wel eens van die dagen als je dan gewoon... niet in de goede vibe zit, dan duurt het zo lang. Ik heb ook gisteren geleerd dat het weer in Veenendaal en Rhenen heel anders kan zijn. Ondanks dat het zo dicht bij elkaar ligt. Gisteren regende het namelijk pijpenstelen in Rhenen en in Veenendaal was het super lekker weer. En dan ben ik natuurlijk weer in Rhenen. Maar maakt niet uit. Ik ga lekker aan het werk en ik zie jullie straks weer. Trouwens, ik kan niet, ik geloof niet dat ik de enige ben... die het geluid op Q-Music echt vreselijk irritant vindt. Ik vind het, oké, in eerste instantie ga ik wel eventjes meedenken. Maar je weet het toch nooit, want het is toch iets wat je nooit raadt. En het blijft zeg maar herhalen en herhalen. Oh. En dan denk ik, ik wil gewoon muziek, donder op met dat geluid. En het, of gewoon, weet je, ik vind het helemaal niet erg als die DJ's tussendoor een praatje houden. De meeste praatjes vind ik oprecht ook gewoon gezellig en interessant. Maar het geluid, dat vind ik echt zo zonde van mijn tijd. Echt. Ik geloof niet dat ik de enige ben. Sowieso, moet ik zeggen, Mattie en Wietse waren altijd mijn keiharde favoriet. Dus die mis ik heel hard. Wat is jullie favoriete radiozender? Want misschien moet ik dan toch gewoon een beetje overstappen. Maar zo, ik luister al zoveel jaren Q. Mijn hart ligt daar echt een beetje. Maar misschien is het wel tijd om gewoon eens... Maar ik ken het verschil niet zo goed. Want dan heb je... Slam FM bijvoorbeeld, maar is dat dan ook echt gewoon wat hard?
hardere muziek, want Slam FM klinkt echt als, weet ik veel. Waar vind ik dat überhaupt? De 538 is meestal mijn backup. Alleen er is één man, ik weet niet hoe die heet, maar die heeft 's middags altijd radio. En ik vind zijn stem echt niet prettig om naar te luisteren. Dus als ik dan in de auto zit, dan haak ik gelijk af omdat zijn stem gewoon niet prettig vindt. Terwijl het heel gek is, want iedereen vindt zijn stem waarschijnlijk heel fijn, maar ik dan weer niet. Ja, dus ik ben wel benieuwd. Laat even een reactie achter wat jouw favoriete radio DJ is en of je ook zo'n hekel hebt aan het geluid. Zo, deze dramadag zit er weer op. Ik heb echt, nou, het was super druk, het was super leuk, het was echt genieten. Alleen op een gegeven moment rond een uurtje of 7. We hebben op maandag altijd onbeperkt mosselen eten voor €14,50. Gooi ik echt een heel pannetje mosselen, leeg pannetje. Mosselen zo vol over me heen en er zit een sap in. En als ik iets vind stinken in deze wereld, dan is het vis. En als er iets nog erger is dan vis, dan zijn het mosselen. En ik was zeiknat. Echt van mijn buik tot mijn schoenen. Ik was helemaal zeiknat. En op dat moment was ik zo klaar. Ik was zo boos op mezelf. En vies. En ik stonk. En ik, ja, weet je, ik heb met een doekje alles droog gemaakt. Maar je krijgt die geur, die krijg je niet weg. Dus je stinkt en je ruikt jezelf de hele tijd. En het was zo druk dat we natuurlijk allemaal langer moesten blijven. Dus het is nu 11:50. En ik zit echt net in de auto. En ik voel me zo vies. En ik vond het zo kut gewoon. Ik vond het echt kut. Echt. Ik was gewoon in staat om bijna te gaan huilen. Echt. Ik zweer je. Oh, wat een drama. Wat een drama. En het was zo. En weet je, op een gegeven moment zet je het wel weer van je af. Dan denk je, oké, weet je. We moeten nog 3 uur werken. Gewoon even naast je neerleggen en doorgaan. Maar ook maar even, als je even stil stond, dan rook ik het gewoon weer. Dan rook je de mossellucht om me heen. Het was drama, drama. Ik ga naar huis. Ik ga douchen. Dan ga ik nog eventjes snel de vlog klaarzetten. En gelukkig is die verder wel af. Man. Ik was zo boos ook op mezelf toen ik het deed. Ik dacht, want ik had zitten twijfelen of ik het pannetje leeg zou gooien in de prullenbak. Maar dacht ik, ja, weet je, het is allemaal gewoon vloeibaar. Als die zak niet waterdicht is, dan ligt het straks allemaal onder in die prullenbak. En daar word je ook niet blij van. Ik dacht, ik laat het wel zitten en dan moeten ze het er bij de vaat maar uitgooien. Nou, had ik het maar in die prullenbak gemieterd, dan had ik het niet over mezelf in gegooid. Maar ja, dat soort dingen horen er ook bij. Maar ik vond het wel echt heel vies. Zo, gedoucht en wel. Mezelf in een grote trui gehezen. En dan ga ik in leven vanavond. Je moet eerst wat eten. We hadden dus vandaag nasi. En als je mijn vlogs al langer kijkt, dan weet je dat ik en nasi echt niet samen gaan. En dat weten ze op het werk gelukkig ook. Ik hou gewoon niet van rijst. Dus, Dus toen zei ze, nou, je eet wel weer een soepje. Dus dan eet ik een soepje met een broodje. Maar dan kun je echt, we moesten zo hard werken, het was zo druk. Daar kun je dan echt niet op leven. Dat is echt niet genoeg. Ik had zelf nog 2 appels bij me, die heb ik ook nog opgegeten. Ik had nog druiven bij me, die heb ik opgegeten. Ik heb echt wel ook veel tussendoortjes gehad. Maar soep is gewoon niet genoeg als avondeten. Dus ik moet eerst eventjes 3 lekkere crackertjes voor mezelf maken.
Ik ben lekker weer in bed beland en ik ga gelijk mijn ogen dicht doen. Bedankt voor het kijken. Welterusten, tot morgen. Vergeet je niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En vond je de video leuk? Laat dan even een reactie achter. Dankjewel.